Steeds meer brancheorganisaties in de zorg willen weten of hun personeel gevaccineerd is of niet. Mirjam Bikker van de ChristenUnie blijft echter duidelijk voor vaccinatievrijheid. Is die in het geding bij het vaccinatieregistratie? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Bijna een half jaar na de Tweede Kamerverkiezingen lijkt de nieuwe regering verder weg dan ooit. Volgens informateur Mariette Hamer voeren vooral partijpolitieke voorkeuren de boventoon. In de studio Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Een van de partijen die in het zicht was voor coalitiedeelname. Goedenavond, mevrouw Bikker. Goedenavond. Ja, u was in het zicht. Ja, nou ja, kijk, daar gaan natuurlijk. We zijn er meerdere keren op gesprek geweest. Ik denk dat iedereen Gert-Jan Segers vaak genoeg naar mevrouw Hamer toe heeft zien lopen. Maar ook duidelijk is dat VVD en D66 samen andere keuzes hebben gemaakt. Ja. Die ertoe leiden dat we nog steeds staren naar een aantal partijen in de Tweede Kamer die een coalitie zouden kunnen vormen. Ja, waarbij Hamer zegt, waar zes kijven hebben zes schuld. Dus ook uw partij. Ja, nou ja, kijk, ik vind het sowieso beschamend dat we nu 6 maanden na de verkiezingen er nog steeds geen kabinet staat. Ja. En ik denk wel, iedereen heeft kunnen volgen wat er gebeurd is de afgelopen weken. Er is een document of een aanzet tot een opzet voor een regeerakkoord geschreven. Zo zeggen ze dat dan. Want het is een beetje een gek woord, vind ik, een aanzet voor een opzet tot een regeerakkoord. Maar oké, door D66 en VVD. Nou ja, daarvan hebben wij inhoudelijk geconstateerd dat dat niet een uitnodiging was richting de ChristenUnie. Mm-hmm. Integendeel, de dingen die echt belangrijk zijn in deze tijd. En dat zijn er heel wat, hè. Als we kijken naar het klimaat, naar migratie. Ja. Als we kijken naar wonen. Ik weet niet hoeveel kijkers daarmee zitten. Maar volgens mij zijn er heel veel jongeren die heel graag een huis zouden vinden. Dat is onbetaalbaar. Ja, daar kon u allemaal niet in meegaan, zegt u. Nee, die dingen stonden er niet goed in. En wat er dan wel in stond, waren dingen rondom de onderwijsvrijheid bijvoorbeeld, rondom artikel 23. Dus ja, dan proef je iets van, oké, dit is jullie inzet. Voor ons is dat dan, nou ja, je kan er nog steeds goed over gaan praten. Ja. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar ook gedaan. En dan kan je soms tot een vergelijk komen. Dat weet je van tevoren niet zeker. Maar ik vind wel, dit land moet er geregeerd worden. Dus dan is het ook goed dat het niet aan ons zou liggen als er geen kabinet is. Dat zouden we niet willen. Ja. Maar je ziet wel dat het een pittig gesprek gaat worden. Ja. En ook dat er wordt wel een keuze gemaakt in zo'n document. Ja, periode van blokkades opwerpen naar elkaar toe, partijen. Mm-hmm. En ik roep even in herinnering dat toch uw partijleider, Gert-Jan Segers, de eerste was die een blokkade opwierp richting Rutte. Ja, daar heeft hij natuurlijk ook wel op gereflecteerd. Want wat was er aan de hand? Er was een toeslagenaffaire is er geweest. Waarin we heel duidelijk hebben gezien dat in Den Haag de overheid heel vaak niet meer een dienende overheid is die er voor mensen is, maar dat mensen vermalen zijn, echt vermalen, door die overheid, door een belastingdienst. En nog steeds zitten die mensen in de problemen. En dat we dan nu nog steeds geen regering hebben, vind ik daarom ook beschamend. Ja. Wat voor ons heel helder is, is dat wij daarin echt een verandering willen. Dat vonden we belangrijk. Nou, Gert-Jan Segers heeft gereflecteerd op de manier waarop we dat hebben geuit. Ja. Dat had beter gekund. Maar we hebben daarna ook heel duidelijk gemaakt, aan ons zal het niet liggen. Ook zelfs een minderheidsoptie van bijvoorbeeld 3 dragende partijen kunnen we ons voorstellen. En daar zullen wij ook constructief kijken hoe we dat tegemoet zullen zien. Ook kunnen helpen. Hè? Juist ook als je zegt van, nou, we moeten zorgen dat ook een Tweede Kamer weer sterker wordt. En niet alles of heel veel in achterkamers al wordt afgetikt om maar een meerderheid te hebben. Ja. Kan het heel goed zijn om een minderheidskabinet te hebben. Maar wel een kabinet wat ervoor gaat om de ongelijkheid in ons land aan te pakken. En nou ja, als we nu kijken naar de toeslagenaffaire, dan denk ik ook, moet er ook echt heel snel echt worden gewerkt aan de overheid die mensen dient. Ja. U zegt, ja, de minderheidscoalitie, dat zou in beeld kunnen komen. Ja. Toch zegt een meerderheid van uw achterban, dat die daar niet op zit te wachten, bleek uit een onderzoek van Nederlands Dagblad en de EO deze week. Ja, dat snap ik ook goed. Kijk, iedereen wil vooral een kabinet dat ook regeert, want daar is een kabinet ook voor bedoeld. Maar we zitten nu 6 maanden na de verkiezingen bijna. Hè? Het is net september. Het wordt ook gewoon belangrijk dat er weer een missionair kabinet komt. En dat we niet, neem allerlei discussies die er zijn. Ja. Of stikstof bijvoorbeeld. Maar ook in de zorg. Daar kunnen we niet hebben dat het maar een demissionair kabinet blijft. Nee, achterliggende vraag is wel, heeft u nog wel contact met uw achterban? Want als die achterban dat zegt en uw partijleider zegt,
We doen liever een minderheidskabinet. Dat strookt niet met... Ja, nee, natuurlijk heb ik volop contact met de achterban. Maar de achterban snapt ook heel goed dat de ChristenUnie niet de grootste partij is van Nederland. Mm-hmm. We zijn de negende of de tiende. Dat is net hoe je de afsplitsingen in de Kamer telt. Ja. Dus de achterban die snapt dat ook. En ze kunnen er helemaal van overtuigd zijn dat wij er alles aan doen om de idealen. Ook waarom wij verkozen zijn namens hen. Ja. Om te zorgen dat daarvan zoveel mogelijk zichtbaar wordt in Nederland. En daar doen we ons best voor, elke dag. Toch kunt u met die partijen waar u mee onderhandelt wel een nieuwe begroting maken. Want het zittende kabinet waar u in zit, waar ook D66 in zit, dat heeft een begroting gemaakt. Ja, dat moet ook wel. Hè. Waarom lukt dat wel en dat andere niet? Omdat je dus echt over een aantal zaken dan hebt die echt niet langer kunnen wachten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het klimaat zit daarin, omdat er ook een uitspraak is geweest van de rechtbank. Dat daar stappen gezet moeten worden. Wat er precies in zit, weet ik natuurlijk ook niet, want ik lees de krant. Maar ik heb nog niet dat koffertje van de minister van Financiën open zien gaan. Ik heb de troonrede nog niet gehoord. Maar wat er in de krant staat, kan ik me voorstellen dat daarop gereflecteerd is en gezegd, daar gaan we mee aan de slag. Maar dat is dus heel beperkt. En ja, dat vind ik ook wel frustrerend. Want ik ben coronawoordvoerder. Ik zie wat er in de zorg gebeurt. Ja. Ook op dat punt hoop ik dat er snel een missionair kabinet komt. En dat is dus een kabinet wat er zit na de verkiezingsuitslag met een nieuw mandaat vanuit de Kamer, hoop je. Ja. Maar ook een nieuw regeerakkoord. En dat is niet meer de coalitie die er nu zit. Dus de coalitie die er nu zit, eigenlijk bestaat die niet meer. Maar er is nog wel een kabinet en dat moet toch ook zorgen dat de boel draaiend blijft. Ja, misschien is het ook wel nodig fysiek gezien, want vandaag is bekend geworden dat er opnieuw een minister stopt, Tamara van Ark, met haar werkzaamheden. Ja, ik hoorde het ook net toen ik hier naartoe kwam. Ja. En ik vind het vooral eigenlijk allereerst gewoon verdrietig voor mevrouw van Ark, die gewoon, die heeft als minister zich enorm ingezet, met heel veel plezier. Met haar samengewerkt. Natuurlijk is er verschil tussen een VVD-minister en een ChristenUnie. Maar het is de zoveelste op rij. Maar dus allereerst gewoon mijn meeleven naar haar. En als iemand af moet haken vanwege gezondheidsredenen, is dat gewoon altijd verdrietig. Ja. Ik weet niet, kijk, ieder vertrek heeft soms zo zijn eigen redenen. Maar vanwege gezondheidsredenen, dat is ook wel iets wat een nieuwe kabinet en ook degene die daar dan minister-president van is, natuurlijk wel in acht moet nemen. Wat is dit? Wat vragen wij van mensen in dit ambt? Ja. En dat het een ambt is, vind ik wel belangrijk. Daarmee is het is ook wel een zware verantwoordelijkheid die je hebt. En daarmee hoop ik ook wel dat ook nieuwe bewindspersonen daar ook wel genoeg steun in ontvangen. Okay. Ja. We gaan het zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. We gaan naar een beeldbalgast, want steeds meer brancheorganisaties in de zorg willen van personeel weten wie wel of niet gevaccineerd is. Leden van het OMT riepen woensdag het kabinet op om registratie hiervan mogelijk te maken. Contact nu met Keimke Bak, raad van bestuur van Shalom Zorg, die mensen met een beperking zorg verleent. Goedenavond, meneer Bak. Goedenavond. Ja, hoe kijkt u naar die oproep van het OMT? Ja, ik begrijp de oproep wel om te zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving voor je cliënten, voor je medewerkers, maar ik ben niet voor. Omdat het voor mij enorme dilemma's met zich meebrengt, omdat registratie vraagt om actie daarna. En daar zit het probleem. Welke actie moet je nou nemen? Ja. Moet ik dan ook bewoners laten registreren of ze wel of niet gevaccineerd zijn? Moet ik de bezoekers laten registreren? Dat is volgens mij een onmogelijke zaak. Ja, u zegt ik heb die kennis liever niet. Om die actie... Ik heb die kennis liever niet. Nee, om die actie erachter niet te hoeven doen. Klopt. Het enige wat wij als Shalom willen is natuurlijk dat medewerkers en patiënten zich laten vaccineren. Maar meer dan positiviteit over dit beleid uit te dragen kunnen wij niet en willen wij ook niet. Ja. Zou het de zorg ten goede komen als u het wel zou weten? Zou u betere zorg kunnen verlenen? Nou, dan heeft u denk ik over de veiligheid van de zorg. Ik vraag het me af. Wij hebben hier ook wel mensen die corona hebben gehad. En ook jonge mensen. Hè? En wat we zien is dat dat behoorlijke impact heeft. Maar we houden het niet buiten de deur. Nee. Ook als je gevaccineerd bent. Dus ik denk dat het een soort schijnveiligheid creëert. Ik denk niet dat het van invloed is op de veiligheid van de zorg. Nee, in feite wrikt hier zich twee belangen. De zorg naar de cliënten toe, maar ook de privacy van uw personeel. Ja, de privacy van ons personeel, maar ook een ander belangrijk recht is het recht op je eigen lichaam en daarmee te bepalen wat je daarmee wil doen. Ja. En dat zijn twee juridische rechten die wij zeker ook hoog in het vaandel hebben.
Dus nogmaals, stimuleren of goed informeren over het vaccineren en het vooral doen, dat is wat wij doen. Maar een registratie en daarna een actie van of mensen niet meer mogen komen werken, of per se een mondkapje moeten doen, ja, dat kunnen wij niet handhaven. Nee. Tot slot, meneer Bak, stel voor dat die verplichting er toch komt, dus dat die vaccinatiestatus bekend moet worden. Denkt u dan nog dat u personeel kunt vinden? Nou, dan hangt er vanaf welke actie daaruit voortvloeit. Als het betekent dat iemand niet gevaccineerd is en daardoor door geen direct cliëntcontact mag hebben, dan weet ik zeker dat ik locaties ga hebben waar ik geen personeel kan vinden. Ja. Ja. Dus nogmaals, vaccineren graag, maar laat het vooral ook bij de medewerker om die keuze te maken. Oké, want anders zou het ook wel voor problemen in de zorg met de handen aan het bed kunnen betekenen. Ja, zeker, zeker. En wij hebben nu al te maken met forse personeelstekorten. Dat wordt ondoenlijk. Dank voor uw toelichting, Kemke Bak van Shalom Zorg. Geen dank. Terug naar Mirjam Bikker hier aan tafel. Ja, zo'n registratieplicht, denkt u dat die er komt? Ik hoop van harte van niet, omdat we in Nederland een hele goede traditie hebben van gewetensvrijheid, van vaccinatievrijheid. Dat staat ook in onze grondwet, dat eigenlijk je lichaam, daar mag je zelf over beslissen. Hè? En juist daarom hebben we in Nederland altijd de traditie gehad dat mensen in vrijheid kunnen kiezen of zij een vaccin ja of nee willen. En vooropgesteld, we zien als we naar corona kijken, dat mensen die gevaccineerd zijn inderdaad minder vaak in het ziekenhuis komen. En dat is natuurlijk een groot geschenk dat beschikbaar is. Maar alsjeblieft, juist in Nederland zien we dat we de vrijheid geven en mensen wel goed informeren, zodat ze zelf een afweging kunnen maken dat de vaccinatiegraad hoog is. Ja. Maar dat we de samenleving niet zo onder druk zetten dat er een tweedeling ontstaat. En daar sta ik voor. Tegen vaccinatiedwang en tegen vaccinatiedrang. Ja, meneer Bak zegt, het zou best ook voor problemen, personeelsproblemen kunnen zorgen in de toekomst. Ja, en hij zegt natuurlijk nog iets heel belangrijks. Hij zegt, ik wil dit ook eigenlijk niet vragen aan mijn personeel. Ja. Ook omdat ik er eigenlijk niet zo heel veel mee kan verder. Wat ik heel belangrijk vind, ja, een werkgever moet ervoor zorgen dat zijn personeel veilig kan werken. Mm. En daarom is ook voor ons allemaal volgens mij de oproep, want zo zit ik in elkaar, zo zit iedereen in elkaar, die je wil het goede voor de ander. Dat is een heel diepe overtuiging. Dus als je klachten hebt, blijf alsjeblieft thuis. Laat je testen, zodat je niet een ander per ongeluk besmet. Dat wil je niet. En dat geldt ook in de zorg. Mm. Dus zo veilig mogelijk werken, prima. Maar inderdaad, als we nu zouden kiezen voor dingen als dwang of drang, ja, dat gaat grote gevolgen hebben. Voor het personeel, hoeveel mensen er werken. Maar ik vind het ook echt belangrijk, wat vinden wij nou van vrijheid? Wat voor samenleving willen wij zijn? Toch is er een onderneming, Leaseplan, die deze week bekend maakt. Je mag alleen naar kantoor komen als je gevaccineerd bent. Klopt, en daar heb ik schriftelijke vragen over gesteld aan de minister van VWS. Ja. Juist omdat ik dus die grondrechten belangrijk vind en ook nog het recht op privacy. U noemde dat ook al, hè? Mm. Ik hoef niet mijn gezondheidssituatie aan mijn werkgever te vertellen. Dat geldt voor heel veel dingen. Als een vrouw bijvoorbeeld in verwachting is, is ze ook niet verplicht om dat meteen te melden. En gelukkig maar, want dat is ook iemands eigen kring, eigen leven. En alsjeblieft laten we dat zo houden. Kijk, dat je in de zorg soms situaties hebt met kwetsbare mensen, dat het goed is om te weten of iemand beschermd is, omdat je anders een ander in levensgevaar kan brengen. Dat is nog een andere situatie dan een kantoorpand van Leaseplan, waar het gaat over autoleasen, waar prima maatregelen te nemen zijn. Ja, maar toch, en ik vind het ook een soort schijn. Als je naar een bijeenkomst wil, je moet je QR-code laten zien. Of in een restaurant, je moet je QR-code laten zien, dat je gevaccineerd bent. Waarom zou een werkgever dat dan niet mogen vragen? Nou ja, dat is natuurlijk, daar kan je ook een testbewijs laten zien. Ja. Dus je bent niet verplicht om te vaccineren. En daarom heb ik me er ook enorm voor ingezet dat testen gratis is. Mm. En dat die wet tijdelijk is. Want ik vind echt, er is een situatie, er is een pandemie waarin we echt zien, als er veel mensen ziek zijn, dan is het in de zorg niet te dragen. Dan liggen de IC's te vol. Allermeest hoop ik gewoon dat mensen niet ziek worden. Maar dat we moeten het ook kunnen dragen en ook de zorg moet het kunnen dragen. Dus ja, dat is een zoektocht en een worsteling met grondrechten. Mm. Ik ben er niet blij mee dat het nodig is, maar het is een zoektocht om aan de ene kant de samenleving daar waar mogelijk open te houden en aan de andere kant te zorgen dat ook de zorg en de ziekenhuizen het volhouden. Vindt u dat minister De Jonge dit te veel aan de samenleving overlaat? Van kijk maar wat er gebeurt. Of zou hij meer regie moeten nemen hierop?
Nou, hij heeft zich natuurlijk eerder in debatten heel duidelijk klip en klaar uitgesproken. Ja. Ik weet ook nog wel een interview in het Reformatorisch Dagblad, waarin hij heel duidelijk zei, de Nederlandse traditie is vaccinatievrijheid. Mm. Nou, hij zei dat in de mooie woorden van minister De Jonge. Ja. En ik moedig hem aan om die lijn maar vast te houden. Ja, maar hij kan ook onder druk komen te staan. Zeker, we weten en het aan dat de samenleving overlaten, want het leaseplan doet het niet zomaar. Ja, nee, en we weten dat er in de samenleving echt verschillende geluiden zijn, ja. Ook van verschillende werkgevers. Ik heb ook de vakbonden andersom gehoord, die zeiden, ga nou alsjeblieft niet deze heilloze weg op. Zelf vind ik het belangrijk dat we echt zeggen, aan de ene kant, mensen, alsjeblieft, heb je klachten, blijf thuis, wees voorzichtig, houd je aan de quarantaineregels dan, maar ook wel, wat voor samenleving willen wij zijn? En uiteindelijk, we kunnen niet naar een vaccinatiegraad van 100%. Ook de meest maakbare denkers in liberale hoek die er zouden zijn, moeten dat beseffen. En bovendien weten we ook nog dat er een hele groep mensen is, met bijvoorbeeld auto-immuunziekten, die zelfs gevaccineerd zijn, maar voor wie het vaccin geen niet voldoende werkt. Dus ja. Er is ook nog een groep. Dus het is een soort maakbaarheidsdenken, alsof je alles op kan lossen. En ik denk dat je daarmee voorbij gaat aan de realiteit, die soms ook een stukje gebrokenheid is. Ja. Tegelijkertijd hebben we die verantwoordelijkheid. Dus ja. Op die twee hamer ik: vrijheid en ook echt je verantwoordelijk gedrag. Duidelijk. Een van de basisregels is ook 1,5 meter. Die zou er misschien op 20 september af kunnen, al zijn de signalen dat wat te vroeg komt. Ja, nou ja, dat is natuurlijk kijken naar de cijfers, hoe het gaat met besmettingen en ziekenhuisopname. Ja. En ik wacht daarin ook graag de adviezen van een OMT af, die daar natuurlijk veel meer van afweten dan een eenvoudig Kamerlid. Maar is het dan wel slim om iedere keer zo'n datum te noemen? Nou, ik heb daar eerder van gezegd van, minister, alsjeblieft, stop nou met data noemen, maar noem nou onder welke omstandigheden we zouden kunnen kijken naar meer vrijheden. Dat lijkt me verstandig. Nu zitten ook weer, ik krijg ook weer appjes van mensen die bijvoorbeeld een bruiloft hebben gepland. En die willen heel graag weten, ja, ik ga de 25e trouwen. Wat betekent dit? En daar kan ik eigenlijk dan geen antwoord op geven. Want het hangt er echt vanaf hoe het gaat met de besmettingen en de ziekenhuisopname. En ik hoor ook gewoon echt wel ook bijvoorbeeld vanaf Noordwest-Veluwe nu weer signalen dat het niet goed gaat. En dus dat moeten we ook echt met elkaar, als we ons niet aan die basisregels houden, dan wordt het al erg ingewikkeld om al die vrijheden weer terug te geven. Ja. En tegelijkertijd is het ook gewoon een naar virus. En ja, je kan niet alles helemaal voorkomen. Ja, volgens mij zijn wij ons daar in onze traditie ook wel van bewust. Ja, een virus dat onder ons blijft, net als griep. Ja, opnieuw, ik ben geen viroloog. Nee. Dus ik kan dat niet helemaal voorspellen. Maar het ziet er niet naar uit dat we dit volledig kunnen uitbannen. Het ziet er wel naar uit dat als we met elkaar goed ons best doen, maar ook echt zorgen, vind ik, voor de arme landen in deze wereld. Want we hebben het nu continu over Nederland, waar we zoveel mogelijkheden hebben qua gezondheidszorg, qua vaccins kopen. Er zijn zoveel landen in de wereld waar dat niet zo is. Ja. En daar blijft dat virus rondrazen als wij als Westen niet onze verantwoordelijkheid pakken. Dus ik vind dat een van de grote opgaven. We zullen moeten delen. En ook snel ook. Oké. Tot slot, het zomerreces zit er bijna op voor u. Volgende week gaat u weer beginnen in een nieuw gebouw. Ja, klopt. B52, oftewel de Apenrots. 67. Oh, 67. Voordat u te vroeg stopt. Nee, even doorrijden naar 67. 67, ja. En, ik zie al zelfs een plaatje hier. Ik ben vorige week mijn kantoor, klinkt een beetje gek, hè, voor de Tweede Kamer, maar mijn werkplek wezen inrichten. Okay. Ja, prachtig wit gemaakt. En u kunt met modder gaan gooien, hè? Heb ik gezien. Ja, en met stenen, dus een Grieks scherven gericht zit erin. Nee, het zit wel goed vast. Ik ben er dichtbij gaan staan. Ja, en het is sober en doelmatig. Want wat stelt dit voor? Kunstwerk in de nieuwe zaal? In ieder geval is er, geloof ik, iets van de bodem en van de wortels van Nederland te zien. Maar er zijn betere kunstkenners dan Mirjam Bikker. Oké, want vindt u het mooi? Ik zou het niet thuis aan de wand hangen. Dat is een. Daarmee geeft u een waardeoordeel. Wat is het eerste dossier wat u aan gaat pakken volgende week? Volgende week? Nou, meerdere dingen. Maar één waar ik erg druk mee ben, is de achterstanden bij de zedenpolitie in Nederland. De aangiftes daarvan. Eigenlijk het vervolg. Als iemand aangifte doet van een zedendelict, dus dat is echt ernstig, dan heb je seksueel misbruik bijvoorbeeld meegemaakt, dan blijft dat heel lang op de plank liggen. Wat vreselijk is voor slachtoffers. En daders lopen nog steeds door. Daar ga ik werk van maken, want ik vind dat vreselijk. Ook voor de politiemensen die keihard werken, maar die eigenlijk gewoon met te weinig mensen dat moeten oppakken. Oké, we wensen u veel genoegen en zegen in dit nieuwe pand bij uw werk als Tweede Kamerlid. Mirjam Bikker. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer. Een heel fijn weekend en graag tot dan. Dag.